The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedemorgen allemaal. Over een paar minuten gaan we beginnen met het webinar over wat Autodesk software met Cyclomedia Slider Point Cloud kan doen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de vijfde en laatste webinar in de serie over de mogelijkheden van de LiDAR Point Cloud van Cyclomedia. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Het webinar duurt tot ongeveer 10:45. Als toeschouwer staat u op mute, maar u kunt wel vragen stellen. In het panel van GoToWebinar ziet u een kopje questions staan. Als u dat openklikt, dan kunt u daar de vragen intypen. Die vragen zullen we gedurende het hele webinar proberen te beantwoorden, wellicht wat meer aan het einde. Mochten er nou zoveel vragen zijn dat we uit de tijd lopen, dan zullen we de vragen achteraf nog schriftelijk beantwoorden. In de vorige webinars heeft u meer gehoord over het principe van de Point Cloud van Cyclomedia, voor welke toepassingen deze te gebruiken is, zoals karteren, meten, feature extraction, visualisatie. Daarnaast hebben we ook wat meer gehoord over de mogelijkheden in Bentley en Esri software, maar vandaag gaat het om Autodesk software. We hebben vandaag John de Leeuw te gast van Cat & Company, een van de grootste distributeurs van Autodesk software in de Benelux. John, welkom. Fijn dat je er bent. Ik ben benieuwd wat je ons allemaal kunt leren, dus ga je gang. Dankjewel, Tom. Ben ik goed hoorbaar voor iedereen? Dan kan je je handje eventueel opsteken als dat zo is. Kunnen wij wat zien of dat zo inderdaad is. We hebben een druk programma vandaag. Met hele interessante dingen, denk ik. Hier een plaatje van mezelf. Ik ben werkzaam inderdaad bij Cat & Company als consultant voor de Autodesk oplossingen. En daarin heb ik dagelijks te maken met uitdagingen in de praktijk. En we zien dat ook veel meer richting point clouds gaat tegenwoordig. Reality capture is een hot item. En daarin hoop ik jullie in het komende webinar een heel aardig beeld te geven van wat mogelijk is met de Autodesk oplossingen. Er zijn drie Autodesk oplossingen waar we naar gaan kijken. Autodesk Recap,
Ook wel dus reality capture genoemd. Een hele mooie oplossing om mee te starten, om je puntenwolk gereed te maken voor het gebruik in de ontwerpsoftware met name. Van origine trouwens Nederlandse technologie, dat mag wel even genoemd worden. En door Autodesk een aantal jaar geleden aangekocht. Vervolgens gaan we kijken naar het AutoCAD-platform. En eigenlijk zijn dat nou ja, drie programma's in één. Zelf werk ik vooral met Civil 3D. Nou, daarin heb ik ook de beschikking over Map 3D. De GIS-engine bevat die onder andere van AutoCAD. En natuurlijk het programma AutoCAD zelf. Hier en daar zal ik wat dingen laten zien in het webinar, waarin ik zal aangeven wat wel en niet mogelijk is ja, tussen de verschillende pakketten. Er zitten natuurlijk wel wat verschillen in. En als laatste gaan we kijken naar Autodesk InfraWorks. Een hele ja, mooie nieuwe ontwikkeling van Autodesk, die in de praktijk heel vaak gebruikt wordt nu om te gaan starten eigenlijk met een project. In de hele cirkel van projecten, van begin tot eind, worden deze oplossingen vinden zeker een plekje. Allereerst dus Autodesk Recap. Dat is in feite een gratis programma wat Autodesk je aanbiedt. En dat heb je ook nodig om je LiDAR LAZ, de las puntenwolken, eigenlijk eerst om te gaan zetten, te indexeren, zoals we dat noemen, naar een recap-project. Dan wel recap-scans, dus een RCP en een RCS-formaat. En er zijn een aantal zaken bij aan de orde. Ik zal jullie daar zo wat meer over gaan vertellen. En dat proces is echt nodig om de maximale performance te gaan behalen in de andere pakketten die Autodesk heeft. Autodesk heeft namelijk de Recap grafische engine ingebouwd in vrijwel al hun ontwerpsoftware. Dat gaat vanaf AutoCAD tot en met dus Civil 3D en InfraWorks, maar ook bijvoorbeeld Inventor en Revit. Al dat soort pakketten gebruiken de Recap engine om het maximale te halen uit de puntenwolken. Dus dat is een proces wat eigenlijk gewoon stap 1 is in het kunnen hanteren van puntenwolken. Ik ga jullie daarna laten zien, en dat doe ik dan live in de software ook, hoe je kunt omgaan met het specifieke gebieden uit je puntenwolk, hoe je die op een soort layer kunt zetten. Dat noemen we regions in Autodesk Recap. En vervolgens ga ik ook nog wat laten zien hoe je nou zo'n puntenwolk, waar toch ook al wel eens wat vervuiling in kan zitten, van voertuigen bijvoorbeeld of personen, hoe je dat snel eruit kan filteren. Nou, eigenlijk is dat een heel proces uiteindelijk, hè? Van het indexeren. Het werkt eigenlijk vrij eenvoudig. Je kunt namelijk de LAZ-files, zoals Cyclomedia ze ook produceert en uiteindelijk gaat aanbieden, heel snel door een drag-and-drop in de recap-interface erin slepen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Natuurlijk kunnen we ze ook gewoon met een plusje selecteren en die uiteindelijk ook als losse bestanden inladen of een hele folder, maar gewoon drag en drop. Dat werkt veruit het makkelijkste. Nou, als je gaat zien, als dat is gebeurd, dan gaat de software automatisch komen met deze opties. Een zogenaamd decimation grid, wat je in staat stelt om de puntenwolk wat ja, te versimpelen. Een decimation grid zie je het als een soort van een grid wat je over de puntenwolk haalt, waarin je zelf bepaalt van 1 tot ongeveer 100 millimeter, dus tot 10 centimeter, kun je de puntenwolk wat versimpelen, zeg maar. Vervolgens is het van belang, kan het van belang zijn om een coördinatensysteem in te stellen. En in Nederland werken we natuurlijk met het Rijksdriehoeksysteem. Het is niet noodzakelijk, maar het maakt het vervolg wat handiger.
Zeker in pakketten als bijvoorbeeld Civil 3D of Map 3D. En InfoWorks ook, die zelf ook een coördinatiesysteem instellingen kennen. Dan hoeft die stap eigenlijk al niet meer te gebeuren en valt zo'n puntenwolk meteen op de juiste plaats. En dat zal ik strakjes ook aan jullie laten zien. Dan heb je uiteindelijk na zo'n indexatieproces een mooie puntenwolk. En daar gaan we eens even ook naar kijken hoe dat dan gewoon live eruit ziet in de software. Die heb ik hier openstaan. En ja, dat is natuurlijk een heel gebied. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt bij jullie. Met wat simpele bewegingen met de drieknopsmuis kun je daar in feite doorheen gaan bewegen. Je kan het orbiten natuurlijk door een toetsencombinatie. Vind ik zelf altijd wel een aardige. De C-toets in deze software kan ik er als het ware een beetje doorheen gaan vliegen. En ja, dan heb je toch al heel snel een aardig beeld van die duizenden en vaak ook miljoenen puntjes. Ja. Tijdens het vliegen zie je dat er wat puntjes verborgen worden. En op het moment dat je dan stilstaat, dan zie je eigenlijk gewoon de puntenwolk in al zijn puntjes. Nou, de puntenwolk zoals ik die nu binnen heb gehaald, is ook voorzien van RGB-kleuren. Dus we hebben gewoon in feite de accurate, reële kleuren hier ook te zien. En ik zal jullie gaan laten zien hoe eenvoudig het is eigenlijk om wat verschillende weergaven allereerst maar eens even in beeld te brengen. En dat heb ik in de slide ook eventjes gezet. Oh ja, nog even deze, een tip die ik jullie hier eventjes meegeef. Als je namelijk start met de puntenwolk, dan staat de FOV-waarde, de Field of View-waarde, staat standaard op 45 graden ingesteld. Nou, zelf vind ik dat een wat overdreven perspectief. Ik merk dat je die beter wat terug kunt zetten naar 30 graden. Dat geeft een veel natuurgetrouwer beeld eigenlijk om deze puntenwolk te kunnen ervaren. Zit uiteindelijk gewoon in de settings van de software verstopt. Dus dat is wel terug te vinden. En dan de volgende. Zo waar ik net al over begon eigenlijk. Hè. We hebben een aantal weergaves in deze software. En allereerst zal ik gaan laten zien hoe je bijvoorbeeld gewoon een hoogtethema erin zet. Daarna gaan we eens kijken naar een intensiteitsmapping. We hebben een scanlocatie thema. En we hebben hier ook een richting van de normale, van eigenlijk de vlakjes in de puntenwolk. Nou, dus hier de hele puntenwolk. Het is ja, een wat afwijkende interface. Als je deze applicatie misschien voor het eerst ziet en je bent AutoCAD gewend, dan wijkt dit natuurlijk wel sterk af. We zien zo hier en daar wat van die afwijkende interfaces komen die je wel in staat stellen om eigenlijk meer binding te hebben met je model. Nou, hier onder deze knop, hier zit eigenlijk dat kleurenwieltje. En hier hebben we in feite alle thema's al op een rij. En dus je ziet, hij staat op RGB. En door hier te klikken op Elevation bijvoorbeeld, heb ik nu in feite al een ander beeld in een hoogte thema, zeg maar. En dat hoogtethema, dat komt hier aan de zijkant ook in beeld. Dus dat gaat vanaf NAP 0 tot nu NAP 25 meter hoogte. Kunnen we dat heel eenvoudig gaan bekijken in de vorm van kleurtjes. Nou, dat is al heel aardig. Het is ook mogelijk om een bepaalde NAP-waarde er eigenlijk af te snijden, zeg maar. Ik kan bijvoorbeeld hier naartoe gaan en dan naar Edit. En dan vervolgens te zeggen van nou, ik wil een range zien waar nu de top is begrensd, of althans qua kleur op 25 meter. Kan ik ook zeggen van nou, wacht eens even, ik wil de top begrenzen op 15 meter. En dan kiezen voor een hide points. Dus dat zit hier en dan zien we eigenlijk dat dus vanaf die 15 meter punthoogte worden die zaken afgesneden. Ik zal het toch eventjes terugzetten op die manier en die andere eens eventjes laten zien. Deze, de intensiteitsmapping,
Is een heel interessante. En zeker als we die eigenlijk gewoon eens even in een ander kleurenthema zetten. Een grayscale. Zo'n intensiteitsmapping biedt je namelijk een heel contrastrijk beeld. En dat zal ik later ook nog eventjes terug laten komen. En we zien dan bijvoorbeeld heel goed waar bepaalde verschillen in contrast aanwezig zijn. En zo zie je bijvoorbeeld hier al heel goed een donker vlekje, een kolk in de trottoirwand zitten. Dus die is met name goed om dat soort elementjes te kunnen onderscheiden. Maar ook wegbeleidingen en dergelijke geeft een heel duidelijk beeld met die intensiteitsmapping. Nou, ik had nog twee andere thema's. Dat zijn deze, de normale. Ik zal hier en daar ook wat verschillende lichtinstellingen laten zien, zodat het wat, denk ik, wat duidelijker wordt op het scherm. Nou, dit zijn dus de richtingen eigenlijk van de puntjes. De vlakjes die in de puntenwolken zitten, die krijgen dan een specifiek kleurtje. En zo kun je al heel snel de bepaalde vlakken onderscheiden, die je eventueel ook in de software kunt gaan selecteren eigenlijk. En als laatste hier de scan location. En ook dat kan eventueel een interessante zijn. Bepaalde gebieden die dus eigenlijk door een scan, of althans hoe de verschillende LAZ-files eigenlijk binnengeladen worden. En dan zie je de verschillende gebieden, hoe die tot stand gekomen zijn. Wat ik ga laten zien dus, is hoe je een simpele stukje van de puntenwolk in een laagje kunt zetten. En dat kunt bewaren eigenlijk voor later gebruik. Dus bijvoorbeeld het gebruik in AutoCAD. Daarmee zal ik hem eventjes terugzetten naar de simpele RGB-waarde. En zal ik mijn aandacht eens even gaan richten hier op deze rotonde hier. Die daar zit. Het is nu namelijk gewoon een heel gebied. En het kan best zijn dat je hier wat ontwerp voor gaat maken. En dat je een goed uitgangspunt wil hebben voor wat betreft de hoogtes. Nou, software biedt een aantal selectiemethodes. De fence-selectie is eigenlijk een polygon-selectiemethode. Je bent daarin vrij dus eigenlijk om een selectie te maken van een specifiek gebied. Ik doe dat nu dus in het bovenaanzicht. Op deze manier ga ik er eigenlijk gewoon omheen en door te dubbelklikken wordt in feite zo'n gebied geselecteerd. En dan heb ik de mogelijkheid om dat dus hier op een region te plaatsen. En dat kan een region zijn die ik al eens eerder heb aangemaakt, of dat kan ook een nieuwe region zijn. En een nieuwe region kan dus gewoon een naam mee krijgen. Ja, het rotonde gebied bijvoorbeeld. En zo heb ik die als ware die region aangemaakt. En vervolgens heb ik hier aan de rechteronderkant een mogelijkheid om al die regions dus in feite te gaan bekijken. En ik kan die ook door er overheen te bewegen. Als het ware hier zie je dus in feite die verschillende gebieden allemaal gaan oplichten. En kan ik hem bijvoorbeeld ook uitzetten. En zoals je nu ziet, heb ik dat hele gebied wat ik net heb geselecteerd, kan ik dat uitzetten. Andersom kan ik ook dat gebied juist aan laten staan en de andere gebieden die er bijvoorbeeld in zitten, ook weer uitzetten. En dat levert je natuurlijk een stukje van de puntenwolk op. En ik heb dat nu vrij grof gedaan, hè, van bovenaf. Dus alle punten die boven het maaiveld zitten, die zitten daar nog in. Maar die zitten er ook nog bij. Nou, vrij eenvoudig om dus dit aan te brengen en dus specifieke gebieden heel snel te kunnen selecteren van bovenaf. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon heel goed gebeuren vanaf een vooraanzicht. Waarbij je dus specifieke puntjes, bijvoorbeeld van die bomen, al die blaadjes. Misschien heb je dat niet nodig. Je kunt dat gewoon eruit halen. Dan ga ik door naar het volgende onderdeel. En ik denk dat dat wel interessant is voor jullie om te zien hoe makkelijk het is eigenlijk in een recap om specifieke vervuiling eruit te halen. En zo heb je hier bijvoorbeeld een voorbeeldje. Er staat iemand tegen een paaltje te leunen. Maar je ziet ook een voertuig staan, een busje, wat daar toevallig stond tijdens de scan. Nou,
Ik ga jullie laten zien hoe je een soort van een vlak selectie kunt maken. En dat zie je in dit plaatje al gebeurd zijnde, dat groene gebied. En hoe we dus vervolgens dat vlak op een region kunnen plaatsen, zo'n laag. En die uiteindelijk ook weer kunnen gebruiken om heel snel die vervuiling eruit te halen. En hieronder zie je dan eigenlijk het voorplaatje met de bus er nog in. En hierna zie je dus inderdaad de persoon nu gewoon staan. Te leunen tegen dat paaltje. En dat zag je hier in het linkerplaatje dus niet. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Ik zal even weer het puntjes zichtbaar maken hier. En nou, hier zie je dus in feite dat busje wat ik eigenlijk al op een laagje had gezet. En ik ga het hier nog eens doen met een auto die hiervoor staat namelijk. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Ik zei het al, het gaat om een vlakselectie. En de punten die op het maaiveld liggen hier, die zitten toch redelijk in een delta-z-gebied. Nou, en ReCap kent dus zo'n soort vlakselectie. In feite heel eenvoudig. We bepalen zelf hier een plane depth, dus de delta-z-waarde van die vlak. En nou, in vele gevallen is zo'n 50 mm, zo'n 5 cm, kom je al aardig mee uit de voeten. En je klikt in feite gewoon wat van die gele bolletjes rond zo'n auto weg. En daarna een enter. En dan zien we dat eigenlijk het hele, ja, de verharding daar geselecteerd wordt. En dan is het vrij eenvoudig om deze selectie, hè, dus eigenlijk weer op een region te plaatsen. En dat kan ik even een tijdelijke gebied of een maaiveld tijdelijk noemen, verharding. Zodat ik daarna die selectie eigenlijk uit kan zetten. En dan heb ik eigenlijk de vrije hand. Ik zie nog een paar puntjes hier geselecteerd zijn. Wellicht is dat een klein verhogingje wat daar zit. Maar het is nu vrij eenvoudig om eigenlijk gewoon met een venselectie om het voertuig te gaan, het voertuig te selecteren. En ik eventueel meteen nu te zeggen delete. Hè. Deze puntjes kan ik deleten. Ik zou natuurlijk ook kunnen kiezen van nou, als ik het voertuig toch misschien nog nodig heb voor latere doeleinden of iets dergelijks, zou ik het ook op een region kunnen zetten. Maar ik kies nu voor delete en de puntjes zijn weg. En vervolgens is het maaiveld gewoon opgeschoond. En dat zie je dus nu gewoon netjes gebeurd zijn. Dus dat is heel eenvoudig om dat soort vervuilingen eruit te halen. En natuurlijk zou je dat ook kunnen doen met bomen of alle soorten verticale features en vervuiling die je eigenlijk niet nodig hebt in jouw latere proces. Nou, en dan gaan we eens kijken naar dat vervolgproces. Hè. Dus je hebt je puntenwolk voorbereid in ReCap. En ja, wat kun je er dan eigenlijk mee? Nou, het AutoCAD-platform biedt natuurlijk veel ingangspunten en ik ga een aantal zaken daarvan laten zien. Ik heb dat ook al een klein beetje voorbereid. Hè. De puntenwolk die je dan in ReCap maakt is een ReCap-project. En in dat ReCap-project, wat je overigens als een gewoon een XRF kunt vasthangen aan jouw AutoCAD-project, ja, dus het blijft een link eigenlijk, hè. Gewoon daarmee gaan starten. En ik zal wat dingen laten zien, zoals ook de visualisatieweergaves die we hebben. Dus dan spring ik dus eventjes nu naar in dit geval het AutoCAD platform hier. Nou, zoals ik al zei, ik gebruik hier Civil 3D, de 2018 versie, waarin ik dus eigenlijk al die platformen heb, maar zodra ik bij zaken toekom die niet mogelijk zijn in deze drie pakketten, dan zal ik dat melden. Dus ik heb deze puntenwolk, die hier al staat, ingeladen. En ik kan dat eventueel ook eventjes laten zien, dat die gewoon hierin zit. Als een, in de XRF Manager, als een RCP-bestand, is die geladen. En dat is in dit geval dus een RCP-bestand, dus het ReCap-project. Als ik die puntenwolk daarna ga selecteren, dan komt automatisch de puntenwolk, de point cloud, ribben naar voren. En nou, allereerst wil ik eens eventjes aandacht hier richten op de point cloud manager. Die point cloud manager, die geeft je dus nu meteen eigenlijk een beeld op alle
scans, hè, dus zijn de LAZ-bestanden die oorspronkelijk zijn geïndexeerd. Ik ben nog steeds in staat om die hier onafhankelijk van elkaar eigenlijk aan en uit te zetten. Dus je kan op die wijze de puntenwolk al heel snel terugbrengen tot een specifiek gebied. Maar nog interessanter is natuurlijk hè, dat we die regions die we in Recap kunnen aanmaken, ja, dat we die in feite ook aan en uit kunnen zetten hier. Hè, dus die rotonde, die ik net heb laten zien hier, die maakt het ook mogelijk om die bijvoorbeeld in beeld te houden en de overige puntenwolken, gebieden eigenlijk weer uit te zetten, zodat we gewoon een aardig beeld hebben op deze puntenwolk. Voorts heb je in feite dezelfde mogelijkheden als dat we net eigenlijk al zagen voor thematisering in Recap. Dus ik heb hier in feite ook dezelfde intensiteitsmapping, de hoogtes die erin zitten en die zijn allemaal specifiek nog in te stellen. In feite het mooist zijn natuurlijk altijd de RGB kleuren. Wat ik wel, en daarom heb ik hem hier ook zo frontaal in beeld staan, gebruik altijd, dat is echt mijn favoriete gereedschap zeg maar, met puntenwolk is een 3D muis. En ik moet zeggen, die wordt heel goed al ondersteund in de AutoCAD platformen. Ik was hem eigenlijk al ook, ik gebruik hem heel vaak in InfraWorks, wat we als laatst gaan zien, maar dit werkte heel intuïtief. Wat je dus eigenlijk niet kunt doen met een drieknopsmuis, is een beweging waarin je vliegt en eigenlijk gaat roteren. Dat soort dingen. Dat lukt niet met een drieknopsmuis en dat kun je gewoon met een beetje oefening. Zo'n 3D-muis kun je dat heel goed doen, ook in AutoCAD. Dan gaan we eens even kijken wat we vervolgens daarmee kunnen in AutoCAD. Dit heb ik in feite al laten zien aan jullie. Hè? Dus de regions en de scans via de Point Cloud Manager. Dit is wat anders, denk ik, wat interessant kan zijn. Hè? AutoCAD biedt de mogelijkheid om een doorsnede te maken over de puntenwolk. En vervolgens, afhankelijk natuurlijk van de kwaliteit van jouw puntjes, om die te digitaliseren. Met digitaliseren bedoel ik dus dat je eigenlijk een soort van een dwarsprofiel zou kunnen genereren over de vlakjes heen van jouw puntenwolk. En ja, we hebben daartoe een aantal settings die we kunnen gebruiken. Ik ga dat gewoon ook aan jullie laten zien hoe dat ongeveer in zijn werk gaat en wat daar in het resultaat wordt. En wat ook belangrijk is, denk ik, om te vermelden, is dat de mogelijkheid om puntenwolken in AutoCAD in te laden, die zitten er al een tijdje in. We hebben inmiddels specifieke snaps voor puntenwolken. En die zien we dus hier allemaal staan. Dus als je echt heel specifiek wil kunnen snappen op een puntenwolk, dan kan dat middels de Point Cloud Snaps. Ik ga dat eventjes aan jullie laten zien. Daartoe zal ik de hele straat weer eens eventjes in beeld brengen. Wat ik namelijk al heb gedaan, hier is zo'n section getekend. En zo'n section, een doorsnede, eigenlijk in AutoCAD. Eigenlijk is dat iets wat in de 3D workspace van AutoCAD al aanwezig is. Het knippert een beetje als ik ga bewegen. Deze section plane, zoals die heet. Die is vrij eenvoudig te tekenen door gewoon twee puntjes aan te klikken. Dat werkt natuurlijk het makkelijkste van bovenaf. En dan heb je in feite een mogelijkheid om, als ik deze nu activeer, deze section, en dat doe ik middels deze knop, de live section. Dan heb je de mogelijkheid om een soort van een plakje uit je puntenwolk te snijden. Je ziet nu dat de hele puntenwolk lijkt te verdwijnen. Maar dat komt omdat ik hier heb ingesteld dat ik een slice type van mijn doorsnede heb. En dat is eigenlijk het instellen van een begin- en eindvlakje. En in dit geval zit dat dus hier op deze waarde uit elkaar. 5 centimeter plakje heb ik nu uit de puntenwolk gesneden. En daarin zie je dus in feite dat hier een stukje van de gevelconstructie van dat beeld terugkomt. Maar ook hier het profiel eigenlijk van de
van de weg zien we hier zitten. Nou, wat ik vervolgens dus kan doen, is via deze mogelijkheid de Extract Section Lines gaan kiezen. En dan hoef ik in feite alleen nog even de puntenwolk te selecteren. En je kunt natuurlijk meerdere puntenwolken ingeladen hebben via de XRef techniek. En hij heeft dan even een specifieke puntenwolk nodig. En dan heb je hier dus allerlei settings. Je kunt kiezen tussen lijnen en 2D polylines. Nou, in het geval van een 3D doorsnede kun je het best kiezen voor gewoon lijnen. En vervolgens heb je de mogelijkheden om het aantal punten mee te nemen en nog wat lengteinstellingen te geven en hoektoleranties om die lijnen te genereren. Met deze waarden die ik hier heb ingesteld, kreeg ik voor dit beeld in ieder geval, ik heb het al natuurlijk van tevoren even getest, ik zeg create. En dan zie je nu in blauw, zie je in feite de lijnen gegenereerd zijn. Ik heb nu de mogelijkheid om dit gewoon eens even te bekijken. Ik kan er ook een beetje op gaan inzoomen. En dan zie je toch dat de puntenwolk, de lijntjes toch al aardig. Excuus voor de knippering. Ik weet niet of dat te hinderlijk is. Maar je ziet toch dat er al heel wat lijntjes getekend zijn. En gegenereerd worden in feite uit dit dwarsprofiel. Nou, ik kan ze accepteren. Of ik zou terug kunnen gaan naar mijn settings. En dan met wat andere settings een nieuw resultaat proberen. Ik kies even voor accept. En dan heb ik in feite nu dus hier gewoon, gewoon simpel AutoCAD lijntjes getekend. Die ik ook gewoon kan selecteren. Ik zal het even proberen en dan ook hier even aan jullie laten zien dat het inderdaad gewoon een AutoCAD lijntje is. Maar een AutoCAD lijntje wat dus nu wel gewoon op in feite RD coördinaten ligt van de puntenwolk. Met een begin z-waarde en een eind z-waarde. Dat kan natuurlijk een hele mooie start zijn om vrij accurate dwarsprofielen te gaan opzetten vanuit een puntenwolk. Nou, andere mogelijkheid die ik jullie ook niet wil onthouden is dat je objecten kunt gaan digitaliseren. De puntenwolk geeft natuurlijk een heel accuraat beeld van een bepaalde straat, van een bepaald gebied. En ja, zeker door, denk ik dat het handig kan zijn om specifieke missende objecten in een GIS-databank, om die eventueel erbij te zetten. Dus ook dat ga ik even laten zien. Daartoe zet ik de puntenwolk, of de doorsnede, eventjes uit. Ik ga gewoon met een simpele hide, zal ik deze eventjes gaan verbergen. Een hide van die doorsnede. En wat ik dan ga doen is ook deze puntenwolk dus in de intensiteitsmapping zetten. Omdat dat gewoon een veel duidelijker beeld geeft nog om dit soort werkzaamheden te kunnen doen. Nou, in feite zie je hier natuurlijk ook nu heel mooi dat blauwe lijntje van dat dwarsprofiel zien we hier nu liggen als het ware daar in de puntenwolk en terugkomen. Ook een stukje nog van die gevel daar. Maar ik heb hier eens even kijken, een beetje oefenen. Hier heb ik bijvoorbeeld ik denk dat het een lantaarnpaal is die daar staat. Dus ik ga eventjes langs deze boom proberen te bewegen. En even naar de basis toe van deze lantaarnpaal. Nou, wat ik hier kan doen is in feite gewoon, dat is ook een leuke feature tegenwoordig in AutoCAD. Als je al de naam kent, bijvoorbeeld van een bepaald blokje wat je in je tekening hebt geladen, dan kun je dat gewoon intikken op de commandoregel. En dan krijg je hier al de mogelijkheid om meteen te klikken op dat blok. Ja, dus natuurlijk de insert blok werkt gewoon of vanaf jouw toolpalettes. Maar je kunt het ook tegenwoordig dus al doen via in feite de commandoregel. En wat ik dan natuurlijk dus nodig heb, zijn de snap-x. En die had ik al aanstaan zo te zien. Hè? Dus de snap, dat ik wil snappen op de puntenwolk. En dan kan ik in feite naar die basis toe gaan. Even een verschaling van 1 op 1 kiezen. En dan eventueel ook nog eens een rotatie meegeven. Dus bijvoorbeeld een richting van het armatuur. Ik zag dat ik een beetje misklikte hier, denk ik. Goed, die rotatie is natuurlijk altijd nog weer aan te passen. Eventueel. En dan heb ik daar een blokje geplaatst. Gewoon van deze lantaarnpaal.
En dat blokje, het heeft natuurlijk ook een hele mooie RD-coördinaat, maar ook deze z-waarde. Dus de z-waarde wordt netjes meegenomen vanuit de puntenwolk. Nou, interessant om dat te doen. Zo kan ik bijvoorbeeld ook nog eens even een kolkje zoeken in deze puntenwolk. Dus even kijken, volgens mij heb ik er hier eentje zitten. Ja, daar zit er eentje. Dus ook die zal ik nog eens eventjes gaan plaatsen. En ik heb daar een blokje voor gemaakt, wat heet kolk. Dus ik kan gewoon kolk intikken en dat hier overheen plaatsen. En dat vervolgens ook weer uitlijnen op die manier. En dan heb ik ook daar een blokje geplaatst met een accurate RD-coördinaat. En een z-waarde. Nou, ik denk heel aardig om te zien dat je op die manier ook eventuele features, verticale features, zou kunnen digitaliseren in het AutoCAD-platform. Nou, dan zijn we toe aan het programma InfoWorks. Kleine introductie wellicht voor degene die, waarvoor dat helemaal nieuw is. Ja, InfoWorks is eigenlijk een volwaardige 2D, 3D GIS-applicatie die ook allerlei CAD-modellen kan weergeven in een totaal omgevingsmodel. Het heeft allerlei mogelijkheden om databases te koppelen, maar ook bestandsgebaseerde informatie. En om maar gelijk eventjes daar naartoe te gaan. Nou, dit is InfoWorks. InfoWorks biedt de mogelijkheid om ook via de Model Builder een ik heb daar al een aantal webinars ook over gegeven. Als je dat interessant vindt om daar nog eens even naar te kijken, dan kunnen we daar achteraf zeker nog wat linkjes toesturen. Maar je hebt binnen 5 minuten een omgevingsmodel van op dit moment maximaal 200 vierkante kilometer. En het gebiedje wat ik hier heb gemaakt, dat is een gebiedje in Rotterdam, waar in feite onze puntenwolk ook gemaakt is. En hoe gaat dat nu in zijn werk? Nou, eigenlijk vrij simpel. Ook wederom met een drag and drop. Dus hier zo heb ik diezelfde RCP staan. En ik hoef die alleen maar hier nu in de viewport te gooien van InfoWorks. En dan wordt er een connectie opgezet naar deze datasource, zoals die heet. Ja, deze puntenwolk was nog eentje. Dus in feite zonder dat coördinatiesysteem. En dan zie je dus dat ik nu dus nog eventjes de stap moet nemen om dat coördinatiesysteem even bekend te maken naar het Netherlands RD. Als ik dat dus in deze testfile al had gedaan, dan had dat niet eens meer nodig geweest en had hij in feite gewoon meteen op zijn plaats gevallen. Dan moet deze datasource even ververst worden. En dan zie je in feite nu dat de puntenwolk ingeladen is en dat die in feite ook zichtbaar wordt. En dat geeft uiteindelijk een heel realistisch beeld van zo'n omgeving. Want ja, de model builder is in staat om tot zekere hoogte, bijvoorbeeld dit soort gebouwen die hier staan, te genereren vanuit een openbare databank. Maar ja, de puntenwolk zelf, die biedt natuurlijk een enorm accuraat gevelbeeld. En je ziet ook dat de hoogtes van die gebouwen niet kloppen. Niet altijd. Ja, we hebben hier in feite gewoon nu met de puntenwolk een extreem realistisch beeld van deze omgeving. En ja, dat is een hele mooie start, bijvoorbeeld ook weer voor een planontwikkeling. Ik ga nog meer dingen laten zien aan jullie, waaronder de point cloud terrain modeling. Dat is een nieuwe technologie die nu in InfoWorks zit, waarop we door InfoWorks als het ware de LiDAR puntenwolk laten eigenlijk klassificeren. En InfoWorks is in staat om eigenlijk het DTM, het digitaal terreinmodel, eruit te filteren en de grond punten eruit te halen. Daarnaast krijgen we een orthofoto uit de RGB kleuren van de verharding. En er wordt een klassificatie gedaan van de verticale features. Nou, ik heb dat ook al een beetje voorbereid in een ontwerpvariant, zoals we dat hier noemen in InfoWorks. Ik kan meerdere varianten van eenzelfde model eigenlijk in één
bestand laten zien, in één database. En wat ik hier heb gedaan, dat is in feite de puntenwolk gebruikt om het terreinmodel, wat eronder zit, om dat ja, als het ware nog te laten verbeteren. En dat zal ik ook eventjes laten zien door de puntenwolk nu gewoon even uit te zetten. En dan zien we hier een beeld in een, ja, in een triangulatiemodel, een digitaal terreinmodel, wat direct uit de puntenwolk is genomen voor wat betreft de hoogtes. En nou, dat is eigenlijk een eerste stap tot een aantal andere zaken. Dus we kunnen de juiste hoogtes gaan bepalen. Nou, wat ik nog wil laten zien aan jullie, een paar dingetjes. We gaan zo'n beetje ook richting het einde van het webinar. Is een hele interessante functie. Twee dingen, denk ik. Of misschien nog drie. We zullen even kijken of het anders lukt. Het digitaliseren van lineaire features. Dat is een mond vol, maar dat, dat is een hele krachtige functie ook. Wat we net hebben gezien in AutoCAD, is dat we zeker in staat zijn om heel snel verticale features te digitaliseren. Maar wat ik hier kan doen is nog een stapje verder. En lineaire features, zoals bijvoorbeeld een wegbeleiding of een stoeprand, om die heel snel te kunnen digitaliseren. En ja, dat doen we op deze manier. Een linear feature extraction op basis van een automatische methode. En dan heb ik een aantal stijlen tot mijn beschikking. En in dit geval is het dus een wegbeleiding, dus ik kies voor een paint stripe. En dan is het in feite gewoon eigenlijk klikken op het begin van de wegbeleiding. En ik ga een stukje verder een dubbelklik geven. En nu wordt er in de puntenwolk gezocht naar de intensiteitswaardes van de puntjes waar ik heb geklikt. En vervolgens zie je dat nu eigenlijk, en dat kan ik beter laten zien door de puntenwolk even uit te zetten, in feite gewoon een hele 3D-lijn is gemaakt. Misschien moet ik hem eventjes op de wireframe modus zetten. En dan zie je dat die heel die lijn netjes doorloopt tot in feite hier helemaal de rotonde. En misschien de puntenwolk er even bij aanzetten. Dan zien we dat hij inderdaad netjes eigenlijk de wegbeleiding gaat volgen. Nou, dat is een hele krachtige functie. Inclusief dus de bocht die zit hierin. En eens even zien, hij loopt hier nog een stukje op. En hier heeft hij de keuze gemaakt om links aan te houden. Nou, ik zou hem hier kunnen splitten. En vervolgens dus heb ik die hele wegas gemaakt. Nou, wat ik hier jullie zeker niet nog wil onthouden, is dat we ook, als we eenmaal zo'n lineaire feature hebben gedigitaliseerd, het dynamische dwarsprofiel kunnen oproepen. En dan zie je in feite nu hier een doorsnede over de puntenwolk. We zien dat in deze cross-section view. We zien ook waar nu de wegas zich bevindt. Dat is op deze locatie. Breedte instelling kunnen we ook weergeven. En we zien dus dat hier in feite ook de stoeprand doorsnijdt. Nou, dat stoeprandje, dat krijg ik hier ook in beeld. Misschien moet ik dat even toch op een intensiteitswaarde zetten. Dan is dat wellicht wat duidelijker. Dat stoeprandje kan ik vervolgens hier gewoon gaan aanklikken en verder gaan digitaliseren. Dus ik kan de puntjes van de bovenkant van dat kanbandje aanklikken hier. En dan ga ik in feite met een bepaalde instelling die ik wat lager ga brengen, in dit geval 1,5 meter, ga ik hier steeds een stapje verder. En dan gaan we zien dat hij hier over dat stoeprandje ook een digitalisatieslag gaat doen. En, oh, ik moet hier zitten, zie ik, dit is de weglijn, maar hier zie je een blauw lijntje komen. En als ik weer een stapje verder ga, moet ik weer eventjes naar dat randje gaan, dan zie je hier het lijntje steeds langer worden. Dus ik kan in feite gewoon heel gericht kijken. Een beetje corrigeren tussendoor. En vervolgens weer een stapje verder gaan. En zo kan ik vrij snel een lineaire feature digitaliseren. Nou, die heb ik dus hier gedigitaliseerd. Opnieuw een kantlijntje. En het heel aardige is dat we dus deze lineaire features uiteindelijk ook zichtbaar kunnen maken in andere pakketten en uit InfraWorks kunnen halen. Deze slide nog eventjes
aan jullie laten zien. Hè. Die laat nog wat instellingen zien. Het is in feite het point cloud terrain modeling. Eigenlijk maar een druk op de knop en de instellingen staan op het optimale. En dan kan dat afhankelijk van de grootte van je puntenwolk, kan dat misschien een half uurtje duren. In dit geval duurde het denk ik een beetje of 20 voor dit gebied te laten genereren. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de hardware en de snelheid van de processor. Ja, dit heb ik ook net aan jullie laten zien. Hè. De lineaire features die gedigitaliseerd kunnen worden. Het makkelijkst is dat met een automatische methode, maar dat kan ook manueel eventueel. En hier de dynamische dorsprofielen. Heb ik net de review ook laten passeren. De aanvullende digitalisatie vanuit de dwarsprofielen, de dynamische dwarsprofielen. En uiteindelijk hebben we zelfs de mogelijkheid om daar weer nou, de zogenaamde transverse lines op te genereren. Daar zie je hier nog een voorbeeldje van. En al die 3D informatie die kan vervolgens ook weer gebruikt worden om die dus terug te laten komen in een in een webbrowser. En die heb ik hier ook eventjes opgeroepen. Met een voorbeeldje van die twee lijnen. En door eventjes op een opname te klikken hier. Ja, hebben we hier in feite in een StreetSmart applicatie. Ja, ik heb die lijnen uit de InfoWorks software gehaald. Nadat ze gedigitaliseerd waren. En we zien hier dus nu die lijn, die wegas gewoon lopen. En ook dat stoeprandje. Ja, dat zie je gewoon, dat ligt daar precies op de juiste plek. Nou, ik denk dat dat een aardige afsluiting is van dit webinar. En natuurlijk, ja, uiteindelijk kunnen we, hè, de InfoWorks database is een open database, misschien nog even noemenswaardig. En dan is het cirkeltje eigenlijk weer rond. Hè. We kunnen die ook connecteren vanuit Map3D via een FDO-connectie. Dus op allerlei manieren hebben we in deze drie oplossingen mogelijkheden om die gegevens dus zichtbaar te maken. Dus de enige kanttekening die ik er even bij plaats is dat het de platte AutoCAD, zoals we dat zeggen, dus de AutoCAD, het losse platform, dus niet in staat is om dit soort connecties of shape-bestanden om die in te laden. En dan heb je dus echt een Civil 3D of een Map 3D versie voor nodig. Nou. En uiteindelijk, ja, alle attribuutwaarden die beschikbaar zijn in de InfoWorks, die hebben we dan ook tot onze beschikking. Ja, en daarmee resteert mij natuurlijk ook eventjes jullie de vraag voor te houden van naar al deze mogelijkheden van wat de mogelijkheden bieden in de toekomst. Van welke, ja, heb je hier mogelijkheden gezien die je aanspreken? Heb je vragen? Nou, stel ze gerust in de chatbox. Ik kijk even naar Tom of er al eventueel wat vragen zijn gesteld. We hebben daar eventueel nog wat tijd voor om die even te beantwoorden. Ja, John, dankjewel. Onwijs interessant. Heel veel mogelijke toepassingen schieten door mijn hoofd, maar er is één vraag van Bart Appelo. En die vraagt, is het mogelijk om de point clouds eventueel makkelijk in hoogte te corrigeren aan de hand van landmeetkundige controlepunten? Dus waarbij dus al controlepunten zijn ingewonnen, je laat point cloud in, is het mogelijk om die point cloud dan nog eventueel te registreren of aan te passen? Ja, de Recap Pro versie, en dat is dan wel een betaalde licentie moet ik zeggen. Dus de standaard Recap licentie is gratis om die LiDAR's te indexeren. Maar in de betaalde variant, de Recap Pro, hebben we de mogelijkheid om de puntenwolk via Survey Points te corrigeren. Dus dat is mogelijk. Hartstikke goed. Nou, we zijn al een beetje uit de tijd gelopen, dus mocht er nog vragen zijn, schroom niet om contact met mij of met John op te nemen. Voor nu John, hartelijk bedankt. Uitleg. Bart zegt ook nog even bedankt. Bedankt alle deelnemers voor de aandacht en voor het luisteren. Mocht er nog vragen zijn, neem even contact op. En dan wens ik u alvast een hele fijne dag verder.